heb inderdaad, net zoals mevrouw Genet, maandag de directeur-generaal van de koepel van het katholiek onderwijs gehoord, waarbij van oordeel was dat aan scholen niet overgelaten kan worden of men nu al dan niet religieuze symbolen verbiedt. Nu, momenteel is het zo, dat weet u mevrouw de minister, dat in katholieke scholen, in het katholieke onderwijs, scholen een omzendbrief omzetten soms in reglement, waarbij zij dan een hoofddoekenverbod opleggen. Die reglementen, een aantal, niet zo heel veel, zijn aangevochten geweest voor de Raad van State. Daar is een uitspraak in gekomen. Nu, meneer Lieven Boeven, de directeur-generaal, vond het nodig om dat debat terug te heropenen, blijkbaar, omwille van de druk die er uitgeoefend wordt en de actualiteit van de radicalisering. Er is een reactie op geweest van het hoofd van het gemeenschapsonderwijs, mevrouw Ramona Verdijk. Zij zei, ja, ik wijs geen debat af, natuurlijk niet. Een debat is altijd verrijkend, intellectueel verrijkend en noodzakelijk. Maar ik moet wel erop wijzen dat vanuit het Vlaams Belang wij bezorgd zijn. Wij willen niet dat het hoofddoekenverbod zoals het nu in voege is en de mogelijkheid van scholen die er is om hoofddoeken verbod op te leggen en in hun reglement in te schrijven, dat zou afgeschaft worden of ingetrokken zou worden, die omzendbrief. Aangezien dit een stap achterwaarts zou betekenen, we hebben een heel decennia feminisme achter de rug, een strijd die gevochten is voor vrouwenrechten, recht op onderwijs enzovoort. Ik denk dat de nefaste druk, de groepsdruk die ontstaat wanneer het hoofddoekenverbod zou opgeheven worden, nefast is voor jonge meisjes en weer spel geeft en vrij spel geeft aan de verdere islamisering en radicalisering in onze samenleving. Dat is het standpunt van het Vlaams Belang. Maar ik had ook graag geweten, en dat is mijn vraag aan u, mevrouw de minister, hoe uw reactie is op het debat dat eigenlijk ontsponnen is sinds dat de directeur-generaal van het katholiek onderwijs zijn oordeel wou vellen in de krant maandagmorgen. Mevrouw Krevets. Dank u wel, collega's, voor deze interessante vraag. Mevrouw Genet, wat u daarnet zei, van, dat de voorganger en ook de vorige Vlaamse regering van oordeel was dat het uit de autonomie van de school behoort om al of niet een verbod op te leggen om een hoofddoek te dragen, dat is eigenlijk tot op vandaag blijft dat de lijn. Ik zie geen enkele reden waarom we zouden veranderen van gedacht, meer zelfs. De arresten die geveld zijn door de Raad van State hebben deze lijn eigenlijk benadrukt. En dat is denk ik. Dus we hebben gisteren of eergisteren heeft mijn administratie een school direct verstuurd naar alle scholen, waarin ook wat uitleg gegeven wordt over de arresten die geveld zijn door de Raad van State. En dat is eigenlijk vrij helder. Het is mogelijk voor een school om een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen om dat in te voeren, maar dat moet dan precies en duidelijk geregeld zijn. Het moet een wettig doel hebben. Je moet dus duidelijk de context aangeven waarom je het doet. En het moet ook proportioneel zijn. Je moet dus ook een concrete situatieschets kunnen aanduiden waarom het gebeurt. Het is belangrijk dat alle scholen dat weten. En dat als men daar wijzigingen wil aanbrengen, dat men dan ook het schoolreglement moet wijzigen en zo. Ik heb de oproep van, enfin, ik heb het standpunt van meneer Boeven gehoord. Ik heb hem eigenlijk niet horen zeggen, je moet nu een algemene regel uitvaardigen, scholen zijn niet sterk genoeg. Hij heeft gepleit om over de netten heen het debat toch eens open te voeren om te kijken of er geen nuanceringen nodig zijn. En ik heb dan ook mevrouw Ramona Verdijk beluisterd, die gezegd heeft, ja, wij staan zeker open voor een debat, maar het moet op een genuanceerde manier gebeuren. Mevrouw Genet, u vraagt, ja, brengt u de stakeholders aan tafel? Ik breng die heel vaak aan tafel en ik heb er ook geen enkel probleem mee. Het is trouwens ook al gebeurd in de voorbije twee dagen om ook rond dit thema met hen ook verder van gedachten te wisselen. Maar geen van beiden, niemand heeft mij op vandaag gevraagd om een decreetgevend initiatief of iets dergelijks te nemen. En ik denk dat het goed is dat ze met elkaar spreken om te kijken op welke manier ze er nu verder kunnen mee omgaan. Maar voor mij als minister blijft de lijn zoals ze eigenlijk bestaan heeft in de voorbije jaren, namelijk dat het tot de autonomie van de school behoort, wel rekening houdende uiteraard met de contouren die geschetst zijn binnen het arrest van de Raad van State, of de arresten van de Raad van State, blijft onverkort van kracht, ook vandaag. Ja, mevrouw de minister, u geeft inderdaad weer wat... Moet het horen? Nee, microfoon een beetje... Ja, nee, is voor de duidelijkheid. Mevrouw de minister, u heeft duidelijk uiteengezet wat er in die arresten, die zeven arresten die er zijn geweest van de Raad van State, staat. Nu, u weet dat het momenteel het hoofddoekenverbod opgenomen moet worden in schoolreglementen en mensen schoolreglementen sowieso kunnen aanvechten, onder andere wat betreft dat hoofddoekenverbod.
Maar het gaat hier over zeer specifieke rechten, fundamentele rechten. Recht op onderwijs, recht op een vrije godsdienstbeleving enzovoort. Dat zijn allemaal fundamentele mensenrechten. Die staan ook vervat in het EVRM. Als het over zulke belangrijke dingen gaat en over jonge meisjes en jonge vrouwen die onder een nefaste groepsdruk kunnen komen staan, is het toch belangrijk dat scholen ondersteund worden. En daarom, en mijn collega Barbara Bonte heeft dat ook al gedaan in de commissie, in debat met u, hebben wij aangedrongen en wil ik ook aandringen op het feit dat hier eigenlijk wel decreetgeving op zijn plaats is. Ik denk dat een hoofddoekenverbod in een decreet zou moeten ingeschreven worden, omdat we zo laten zien als gemeenschap, als maatschappij, dat het ons menens is. Dat het ons menens is met fundamentele mensenrechten en vrouwenrechten. Dat daar niet over getwist kan worden en dat het hoofddoek niet zomaar een lapje stof is, maar een discussie aangaat over vrouwenrechten en dus mensenrechten. Ja, collega's, misschien kort en tot slot voorlopig van deze zeer interessante discussie. Dus als u mij vraagt of ik een decreetgevend initiatief zal nemen vandaag, dan is het antwoord op deze vraag nee, ik zal dat niet doen. En ik heb begrepen dat we het met de volledige meerderheid daarover ook 100% eens zijn. Dus dat is hier duidelijk door iedereen uiteengezet. Ten tweede, ik ben denk ik dat het een goede zaak is dat we ons volle vertrouwen geven aan de scholen om met deze complexe problematiek op een goede manier om te gaan. En ten derde ben ik bijzonder tevreden dat er vanuit de verschillende fracties ook geloof uitgedrukt wordt in mijn capaciteiten om het overleg en de dialoog ook wat dat betreft te faciliteren. Ik zal dat ook met volle goesting doen. Dank u, mevrouw de minister. U was heel duidelijk. U wil geen decretale oplossing bieden. Ik blijf daar nogthans bij dat dat nodig is. Het hoofddoekenverbod zoals het nu is, is goed, maar u laat eigenlijk de scholen een beetje aan hun lot over. Elke school kan nu gedagvaard worden voor de Raad van State met een hele discussie die zich daar afspint rondom die school, rondom dat betreffende reglement. Ik denk dat u de scholen in de steek laat, zoals ik al zei, en beter wel decretaal zou optreden, zodanig dat het hoofddoekenverbod zoals het nu bestaat ook een effectief hoofddoekenverbod wordt in scholen, zowel voor lesgevers als voor leerlingen, omdat het hier gaat over fundamentele mensenrechten, over veel meer dan een lapje stof, maar over de vlag van de islamfanatici. En dat kunnen wij niet toelaten. Vandaar dat ik blijf pleiten, een hoofddoekenverbod in een decreet, alstublieft.